Voor blinden en slechtzienden is het haast onmogelijk om een tentoonstelling te bezoeken. Jofke van Loon uit Tilburg heeft een expositie geopend waar blinden en slechtzienden ook naartoe kunnen. Dat is vanuit dezelfde mal, wat dus het basisgezicht is, elke keer een ander gezicht gemaakt is met verschillende materialen die je dus kunt voelen. Dit is een camera obscura, dus gemaakt door een stagiaire bij mij. En zij heeft hiermee willen laten zien hoe het oog werkt. Dus de projectie die je normaal op je netvlies krijgt, dus de wereld op zijn kop, wordt geprojecteerd in deze obscura. Dus ik ga hier in en er zijn allerlei kegels aangebracht als manipulatie van het beeld. Zoals je met de visuele beperking ook vaak een manipulatie in je oog hebt. En ik zie hier een auto voorbij rijden die dus op straat achter mij voorbij rijdt. En die gaat dus op zijn kop over de weg. En de bomen die zitten onder met de toppen. En het gras zit hier boven aan het plafond. Hè. Dus het is een projectie. Dit is de donkere kamer. Die hebben we gebouwd om een idee te geven wanneer je daarin gaat. Dat je dus, hoe je als een blinde in het leven staat. Je bent dus in het pikken donker. Er is een geluidsopname gemaakt. Dus als je binnenkomt kun je links een hoofdtelefoon opzetten. En het zijn geluiden die gewoon uit je dagelijks leven komen. Zoals je op straat loopt, langs de zee loopt, door de stad loopt. En je hoort mensen praten en allerlei dingen om je heen. Ik doe daar de deur dicht en dan ervaar ik het dus blind. Loop ik hier langs het gordijn. Dan komt er een beleving met licht. Wow, ben ik dus verblind. De tentoonstelling Zie je wel is nog tot eind september te bezichtigen in Den Bogaert in Druten.